Hallo, mijn naam is Max van MBO Mediawijs en in deze video ga ik jullie 3 tips geven over hoe je de 6 rollen van een docent kunt combineren met edutools en werkvormen. Tip 1 is voor de rol gastheer en presentator. Voor de rol gastheer kan je perfect gebruik maken van de edutool Classroom Screen. Wil je gebruik maken van een werkvorm? Maak dan gebruik van de werkvorm Wachtmuziek. Voor de rol presentator kan je gebruik maken van de edutool Quizlet. En als je liever een werkvorm gebruikt, maak dan gebruik van de werkvorm luisteropdracht. Mijn tweede tip is voor de rol didacticus, leercoach en pedagoog. Als allereerst zou ik gebruik maken van de video's van Anne Floor over Microsoft en dan specifiek OneNote. Mijn tweede tip is om gebruik te maken van de tool GoFormative. En als derde wil ik jullie graag mijn favoriete werkvorm laten zien. Dit is het hele taak eerst model. En deze is heel goed te combineren met Padlet. Het mooie eraan is dat je al het lesmateriaal van tevoren al klaar kan zetten. En met Padlet kan je video's opnemen, audio-opnames maken, maar ook foto's erin zetten en al het lesmateriaal uploaden voordat de les al begint. Dit zou je zelfs voor een langere periode ook al kunnen doen. Tip 3 is voor de rol afsluiten. Bij de rol afsluiten wil ik je adviseren om gebruik te maken van de edutool Exit Ticket en de werkvorm Sneeuwballen gooien. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Kijk voor alle werkvormen en edutools in de beschrijving en neem gerust een kijkje op mbomediawijs.nl. Doei!